Yo, Nintendo fans! Vandaag heb ik zulk groot nieuws. Ik weet niet hoe ik dit moet vertellen. Ik kan het eigenlijk sowieso maar op één manier vertellen. Gewoon, ik moet het er gewoon uitgooien. Ik krijg een baby! En we noemen hem Hank. Of Prank. Ik speel My Universe, My Baby! Wat is dit nou weer voor spel, man? Wat moet ik hier nou mee? Ik moet serieus kiezen. Oké, ik ben een papa dan, hè? En is de baby een jongen of een meisje? Nou, weet je wat? We gaan voor de verrassing. Gaan voor het eenhoorn thema of voor het teddybeer thema? Ja, ik vind een eenhoorn thema wel leuk. Als ik nou een jongetje krijg, hè? Het is een meisje! Ben je blij met deze baby? Ja, het is wel raar. Ik ben zelf blank. Ik heb een blanke partner. Als we dan zo'n baby krijgen, dan weet ik niet waar zij geweest is. Maar dan geloof ik niet dat die van mij is. Nee, dit is niet geloofwaardig. Poging 2. Oh ja, dit. Ja, en dan blauw haar. Ja. We hebben gewoon een smurf baby. Oké, ja, dit is mooi. Doe een duimpje omhoog als je denkt dat... Hallo. Mijn naam is Lisa. Hallo en ik Lisa. Ben de kinderarts. Leuk je te ontmoeten. Wat ik wou zeggen, doe een duimpje omhoog als je dacht dat ik echt een baby kreeg. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Maar dit is Lisa. Lisa's kinderarts. Die vindt het ontzettend leuk om mij te ontmoeten. Ik ben er om je te helpen voor je baby te zorgen. Okay. En om je advies te geven hoe je hem dingen kunt leren. Okay, Lisa, let's do this. Wat een prachtige baby. Dankjewel. Hoe heet hij? Hoe heet hij? Nou, Lisa. Dit is Henk. Mooie naam, hè? Hallo, Henkie. Gebruik de blokken om aan de oefening te beginnen. We moeten een oefening doen. Je hebt trouwens wel een fancy truitje, jongen. Fancy, hoor. Het is gewoon alvast oefenen voor later, hè, jongens. Dat ik weet wat me te wachten staat als papa zijnde. Oh, zit je nou gewoon te kotsen? Nu al? Praat tegen je baby om zijn aandacht te Praat krijgen. Praat tegen je... Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Hallo! Wil je kaas? Hallo. Kiekeboe, kleintje. Kiekeboe, kleintje. Kijk daar eens. Kijk naar mij. Hey, hallo. Heb ik je aandacht? Hier ben ik. Nog steeds niet? Hallo? Kijk daar eens. Hallo, baby. Kiekeboe, liefje. Kaas! Zie je? Het werkt. Het werkt. Gewoon zeggen dat hij kaas krijgt. Kaas is de oplossing voor alles in het leven. Ook als je geen aandacht krijgt van je baby. Gewoon kaas zeggen. Ik heb zijn medische dossier. Nou, dan gaan we eens even kijken wat het medische dossier zegt. Deze foto is toegevoegd aan het medisch dossier van de baby. Het laat zien dat je baby deze oefening heeft uitgevoerd. Laten we er samen naar kijken. Ja. Dus in het medisch dossier komt te staan. Zit je nou weer op me te spugen? Weet je, laat ook maar. Nou, ik heb de hele tijd ze gekotst in mijn oor, jongen. Oké, okay, medisch dossier. Op deze pagina kun je de lengte en het gewicht van je baby bijhouden. Prachtig. Kijk, kijk, hij is een lange Henk, jongen. Lange, zware Henk. Wow, we hebben hem al laten staren. Ik ben de beste gamer ooit. Ik laat een baby staren. Kaas! Kaas! Oké, en nu? Nieuwe oefening. Hou de ring in de buurt van je baby's handje, zodat hij hem kan vastpakken. Oh, wat erg toch, jongen. Wat is dit nou voor spelletje? Oké, ik moet dus de ring pakken. En die moet ik dan precies hier houden. Want ja, dan kan hij hem pakken, jongens. Pak hem! Oh, ik moet schudden. Hier! Hier is die. Hier. Jongen. Henk. Kaas. Ja hoor, zie je, het werkt weer, jongen. Kaas is echt... Ik ben benieuwd wat zijn favoriete kaas zal zijn. Er is een nieuwe foto toegevoegd aan je medisch dossier. Ja hoor, er komt ook even in mijn medisch dossier te staan dat hij dit ding kan pakken. Nou, Henk is ondertussen wel al 2 maanden, jongens. Is die ziek? Ik zie dat je baby honger heeft. Oh, hij heeft honger. Je moet hem te eten geven. Open de kaart en selecteer de fles in de woonkamer.
Hallo! Pak het slabbertje en doe het om bij de baby. Kijk, hier ligt een tijdschrift. Dit is Baby Mac. Maar het lijkt net op Baby Mac. Alsof we hem kaasburgers gaan geven van de Mac. Lekker man, cheeseburgertje. Wat is dit? Is dit een mondkapje? Hier, mondkapje. Oh, kijk, ja, dit is handig. Ik wist niet pak dat het zo fles, kon, maar hey. Schud hem flink om te mengen. Oh nee, dit voelt heel fout, jongens. Stiekem heb ik hier kaassaus in gedaan. En kaassap. Dus een beetje een mix van jong belegen met Old Amsterdam. En een klein beetje gorgonzola. Mijn baby houdt daarvan. Lekker kaas shaken, jongen. Oh, daar komt hij. Hier, Henk. Houd hem in de buurt van zijn mond. Ja. Linda die zit zich overal mee te bemoeien. Die denkt dat ik dit niet kan. Ja? Wat moet ik doen? Linda die zit zich overal mee te bemoeien. Die denkt dat ik dit niet kan. Moet ik hem hier in het groen houden? Oh, ja, kijk. Ik moet hem in het groen houden. Anders gaat hij kotsen. Ah, kijk. Hier moet je wel echt een hele goede gamer voor zijn om dit te kunnen, hoor. Dit kunnen alleen de beste gamers in de wereld. Ja. Ja. Was het nou nog niet goed? Oh. Weet het, komt in mijn medische dossier te staan? Hier is een kleinigheidje om hem op te vrolijken. Liefs en knuffels. Tot snel. Oma en opa. Mijn oma klinkt echt eng. Ik krijg een camera van mijn oma. Bravo, je hebt de camera ontgrendeld. Ga je gang, maak een foto. Oké, we gaan de meest epische foto ooit in het leven van foto's en baby's. Ja, prachtig. Ik ga deze naar opa en oma sturen, heerlijk. We zijn zo blij dat je een foto van ons kleine schatje hebt gestuurd. Hier is een kleine geintje om op te vroegen. Hou op. Zo kan je niet praten. We hebben een kleine geintje gestuurd voor de kleine Henk. Een rammelaar. De Henk. Om de aandacht van je baby te trekken. Hier is iets speciaals. Een rammelaar maakt geluid om aandacht van je baby te trekken. Geef me gewoon een stuk kaas, jongens. Hier. Oh. Hij moet hem volgen, jongens. Hij moet hem volgen. Hier. Ik ben de beste gamer ooit. Ja. Ik heb hier toch geen geduld voor, jongens. Ja? Ben je klaar met spelen? Ga je slapen? Bravo. Wow, ik krijg een boxpakje met lange mouwen en sokken. Volgens mij krijg je zoveel meuk als je een baby krijgt. En dan moet je altijd doen, oh, dit is zo leuk, dankjewel. Maar eindstand vind je eigenlijk gewoon al die dingen die je krijgt stom en doe je hem gewoon je eigen kleren aan. Oh, dit is mijn huis. Dus ik zie een badkamer, een woonkamer en een babykamer. Maar waar slaap ik dan? Ja, dit is mooi. Allemachtig, wat prachtig. Henk heeft nu gewoon zijn oranje kleding aan en dit wordt de beste voetballer van het Nederlands elftal. Dit wordt de nieuwe Henk van Persie, jongen. Hé, hey, wie is dat? Ik geloof dat ik Henk van Persie. Sorry. Oh, wacht. Gaan we wandelen? Ja, we gaan een korte wandeling maken met Henk van Persie. Zullen we lekker een wandelingje maken door het parkie? La 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 la. La 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 la. Hey, een ballon. En dan opeens zie je hier die clown van It. En die zegt, don't you want a balloon? Hier, ballonnetje. Leuk, hè? Ah, ik heb gewoon nu ballon van Frits gejat. Dit was niet de ballon van Henk, dit was de ballon van Frits. Die heb ik gewoon gestolen nu. We hebben nu een ander kindje heel verdrietig gemaakt. Weet je dat wel, Henk? Hè? Weet je dat wel? Dat we door jou nu gewoon een ander kindje heel verdrietig hebben gemaakt? Hier, vogel. Dit is een fledgling. Ik begin nu alvast met opvoeden. Dit is geen vogel, Henk. Dit is fledgling. Kijk, daar is die. Ja, leuk, hè? Pompidompidompidompidom. Oh, we hebben
bijna aangereden. Ja, dan was game over. Dan was het gewoon klaar met baby Henk. Stop voordat je vieze luchtjes tegenkomt om je baby te beschermen. Oké, ik stop. En nu? Oh, oké, ja, de auto is weg. Oké, hey! Kwamen alsnog bijna vieze luchtjes in mijn neusgat. Kijk, baby. Kijk. Zie je hem? Oh, dat is een Butterfree. Huts, we gaan shoppen. Nou, wat is het leuk, joh. Nieuwe kleertjes. Oh, dit is wel echt iets voor een jongen. Ja, deze Rocket, dude. Ik geef hem gewoon een Team Rocket outfit. Let's go. Wil ik dit kopen voor 200 barkie? Tuurlijk. We hebben genoeg monies voor mijn baby. Lekker, man. Hebben we ook nog schoentjes? Ja, mooie schoentjes. Het match vorige meter, maar dat boeit niet. Jongens, ik heb geen idee waarom ik dit aan het spelen ben. Ik heb geen zin in baby Henk. Hier, baby Henk ziet weer een vlinder. Oh, leuk vlindertje, hoor. Oh ja, dat heb je net ook al gezien, Henk. Hier, we gaan ook weer een ballon stelen. Hier, dit is de ballon van Kees, joh. Ja, jij moet hem weer hebben, Henk. Jij moet die ballon weer hebben. Maar deze van Kees, die is niet voor jou. Jongen. Kijk hier, nog een vlindertie. Prachtig. Dit is niet realistisch, jongens. En ook twee keer staat er dus zo'n auto voor je neus te gassen. Jij stinkauto. Jij mag helemaal niet meer in de bebouwde kom komen, jongen. Dit is een hoe noem je dat? Een rookvrije zone. En ja hoor, we zijn weer thuis. En weet je wat nog het mooiste is? Door mijn baby uit te laten, heb ik nog 100 monies verdiend ook. Jongens, dit was hem weer. Dit was de prank van Henk. Wij krijgen natuurlijk helemaal nog geen kind. Ik ben zelf nog een kind, joh. Dus, nee. Maar doe even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Ik beloof dat de volgende video weer wat beter wordt. En als je het leuk vindt, volg me op TikTok. @RickTokTjoe. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel.